We hebben het optreden in de zaal bekeken, niet via tv. Kun jij ons zeggen hoe Kate Ryan het op televisie ervan afgebracht heeft? Zij zelf heel goed, namelijk foutloos parcours. Konden we dat ook maar zeggen van de decoupage, dus de manier waarop hij in beeld is gebracht. In het begin, wanneer iemand een diva is, dan moet je beginnen met zo'n heel mooi establishing shot. Dat was er niet, men heeft geprobeerd om microfoons uit beeld te houden. En dat was niet ideaal, die beeldvoering. Om nog te zwijgen over het moment waarop de knieswengel had moeten komen. Dan heeft men een beeld genomen. Men zegt dat het van een backingdanser was. Maar ik denk eigenlijk zelf van een handcameraman die plotseling dit deed. Die plotseling zijn eigen been filmde. Dat was niet zo esthetisch. En dat heeft ons zeker ook punten gekost. En herinner je je nog wat je verteld hebt vlak na het optreden van Kate? Dat zij perfect was. Kiezen voor drie microfoons is ook een beetje gevaarlijk. Stel dat jij mij zou interviewen met drie microfoons, dan zou het ook kunnen dat ik zou klinken als En dat had je ook een klein beetje. Geen echte geluidscontinuïteit. Was er toen de overtuiging dat Kate Ryan zeker de finale ging halen? Ik heb een lijstje gemaakt. Wacht, is het dit? Ja. En ik vond, echt eerlijk, hè, beter dan wij, Bosnië-Herzegovina, Oekraïne, Zweden, Finland, Ierland en zelfs dat Russisch jongenske die een boysband op zijn eigen was. En dan een twijfelgeval Cyprus. Met andere woorden, Macedonië, Armenië, daar begrijp ik niks van. En Litouwen, dat vind ik gewoon een aanfluiting voor het festival. Zo, we are the winners of the Euro Contest. Dat blijken dan vijf supersterren te zijn uit Scandinavië, maar dat had met muziek niks te maken. En een context die sowieso al parodisch camp is. Daar dan nog eens een extra laag camp aan toevoegen, dat is ziekelijk, dat ondergraaft de waarde van het Eurovisie Songfestival. En buiten Litouwen, zijn er nog andere landen waarvan je denkt van, zo nog ander? Wat ik zei, Armenië, die jongen heeft constant boven de toon gezongen. Uit een soort enthousiasme misschien, maar dat begreep ik ook niet helemaal. Het was hun eerste deelname, misschien maakte hen dat sympathiek. Heb je ondertussen al reacties uit België gekregen, hoe daar eigenlijk de teneur is? De teneur is dat men allemaal vindt dat Kate Ryan goed gepresteerd heeft, maar dat men ongelukkig tot verontwaardigd is over het resultaat. Nochtans had André Vermeulen het voorspeld dat het kantje boordje ging zijn voor België. André Vermeulen weet altijd meer dan wij. Dat zag ik ook wel, de concurrentie was groot. Maar ik heb toch ook wel zelf een mening en ik kan toch wel zelf die 23 liedjes beoordelen. En dan zeg ik, ze stond zo ergens 7, 8, 9, 10, daar had ze echt wel mogen staan. En hadden we André Vermeulen moeten geloven dat we misschien toch beter La Sacra Petra hadden moeten sturen naar Athene? Nee, want er was zo'n La Sacra act van Andorra namelijk in vierde positie en die heeft het niet gehaald. En Petra zong niet helemaal live en dan moesten ze dat probleem met die backings nog gaan oplossen. En dan terwijl ook één danser minder. Dus nee, het had ons in problemen gebracht, sorry. Nog een laatste vraagje over 2 jaar terug Eurosong met Bart Peters. Geen idee. Misschien ben ik daartegen al dood. Dank u wel.